Hi, welkom weer bij 50 Ways, je favoriete naaistudio uit Haarlem. Vandaag ga ik iets vertellen over het aanzetten van boord. Boord aan je sweater of aan de hals van een t-shirt of aan een bomberjack aan de bovenkant in combinatie met een deelbare rits. Ik wens je heel veel succes. Vaak staat in de beschrijving van de beurder of de knip al hoeveel boord je nodig hebt. Toch is het wel belangrijk om er even op te letten of dat wel klopt. Je boord moet namelijk ietsje smaller zijn dan je mouw. Ik heb hier een mouw geknipt, een klein mouwtje. Je ziet, het is een kindermouwtje. En dit is de onderkant van de mouw. Dit is de kop van de mouw. Dit is de voorkant, dit is de achterkant. Nou, hebben ze daar een manchet bij gegeven van 8 bij 16,5. En je ziet dat dit op zich is het niet eens zo heel erg gek. Want de manchet is een stuk smaller dan je mouw. Dus je boord ook. Dus dat betekent je boord dit gaat uitrekken bij het aanzetten. Dus dat klopt wel. De hoeveelheid uitrekken hangt heel sterk samen met het boord wat je hebt gekocht. Ik heb hier een aantal soorten liggen. Soms zie je hele duidelijke ripjes op het boord. En dat betekent vaak dat zo'n boord heel makkelijk uit te rekken is. En in dat geval kan het gebeuren dat je het boord wat je hebt aangezet veel te ruim is. Bij deze bijvoorbeeld, deze heeft veel minder ripjes en die is ook veel moeilijker uit te rekken. Die gaat niet zo heel ver. Kijk, deze gaat heel makkelijk en die moet ik echt aantrekken. En die blijft ook minder stabiel als die is uitgerekt. Zie je dat? Hij veert minder makkelijk terug. Dus het is echt zaak om even te kijken wat voor boord je hebt gekocht. Deze, die is nog moeilijker uit te rekken. Die moet ik echt aantrekken. Ik heb 2 machetten geknipt. Ik heb er nu natuurlijk maar eentje nodig, want ik heb 1 mouw. Wat je eerst gaat doen, is dat je de 2 goede kanten op elkaar legt. En je sluit de machet over die korte kant als een ring. Ik heb de machet gesloten als een ring. Nou, dan leg ik even open, leg ik de machet even weg. En nu ga ik de mouw sluiten. Dus de zijnaad van de mouw. Die heb ik al afgewerkt, de zijnaden. Ik leg ze op elkaar en ik stik ze eventjes vast. Nu is het belangrijk dat je weet waar het midden van de mouw is. Nou, ik zie hier nog een lelijk dingetje. Nou, de ene kant van het midden van de mouw is natuurlijk waar je naad zit. Als je die even plat legt, alles. En je gaat naar de andere kant, dan is dit het andere midden. Dan steek je even een speldje in. Dan neem je de manchet. En die leg je met de verkeerde kant op elkaar dubbel. En dan draai je hem om. Deze kant sluit aan op de naad van je mouw. Deze kant gaan we nu even aangeven, dus je legt hem weer plat, want je wil natuurlijk het midden weten. Dat je hem precies voldoende en gelijkmatig uitrekt. Je sluit aan straks op de speld die je net in je mouw hebt gezet. Zo, nu draai je de mouw even om. Dus dat je de goede kant ziet. En dan schuif je de mouw in de manchet. Deze 2 naadjes gaan op elkaar. Je spelt de naadjes op elkaar en de spelden op elkaar. Nou, dan kan er 1 speld weg natuurlijk. Dus als ze vast op zitten, kan er eentje uit. Dan zie je dat je de boord, de manchet, een beetje moet uitrekken. En dat moet je straks tijdens het naaien doen. Wat je nu wel even kan doen, is uitrekken en ergens in het midden alvast een speld zetten. Dat je in ieder geval al die laagjes op elkaar houdt. Nou, dat doe ik hier ook aan 2 kanten. Zo. En nou ziet het er zo uit. 4 spelden. En als ik goed trek, dan gaat het passen. Nu gaan we stikken. Zorg eerst dat je machine een vrije arm krijgt. Dus bij mij moet dit er even af. Dat werkt in ieder geval lekker. Hij gaat er niet helemaal omheen, maar het werkt gewoon lekkerder. En daarna ga je stikken.
Ik begin bij de openaren, dus bij de mouwnaad die op de machetnaad ligt. Ik haal op tijd de speld eruit, want het zijn dikke lagen. Oké, en daarna ga ik trekken. Dus ik steek mijn vinger erin. Zorg dat de laagjes op elkaar blijven liggen en trek de boord uit tot hij de lengte heeft van de mouw. Nou, je machine vindt dit niet leuk, want je werkt natuurlijk tegen. Hij probeert vooruit te gaan en jij trekt hem elke keer terug. Dus je moet even geduld ervoor nemen. Speld eruit. En hou de laagjes op elkaar. Kijk, als je het omdraait, dan zie je dat hij eraan zit. Keurig uitgerekt. Hier zo zie je dat de ribjes een beetje uit elkaar getrokken zijn. Hier bij de vouw zijn ze weer in elkaar. Nou, en hoe ga je dat afwerken straks? Je draait hem even terug. Dit kan je samen zigzaggen of samen lokken. En daarna is hij klaar, je mouwtje met machet. Als je de zijnaad hebt gesloten, dan draai je het pand binnenste buiten. En de mouw draai je goed. En dan moet je even kijken. Ik heb hier een V'tje geknipt, want dat is mijn voorkant van mijn mouw. En ik leg hier de naad open. En dan schuif ik hem in de oksel. En dan moet je checken of je voorkant ook echt op je voorkant komt. Ja, dat komt hier bij mij. Dus dan heb je de goede kanten op elkaar. Dan begin je met de aansluitpunten. En dat is in ieder geval het okselpunt. Ik stik dus altijd op het pand en niet op de mouw. En dat is... Er is discussie over, maar ik doe dat omdat ik graag wil dat een armschat een mooie rechte lijn hebt. En die krijg je nooit als je aan de kant van de mouw gaat stikken. Want die mouw die loopt te veel rond. Nou, dan heb ik hier zo het aansluitpunt van voor. Daar zit een beetje ruimte in, zie ik. Dat kan, het is niet mijn eigen patroon, dus ik weet het niet. Dit knipje is het schouderpunt. Dat sluit ik aan op de schouder. Naden altijd open, anders krijg je dikke proppen. Dan heb ik hier nog een aansluitpunt voor het achterpand. En daarna ga ik de tussenruimte doen. Kijk, het eerste stukje onder de oksel is meestal glad. En het stukje naar de kop van de mouw toe moet je vaak inwerken. Nou, dat is bij hier minimaal bij zo'n sweatertje. Oké, andere kant. De voorkant is iets meer. Als het iets meer is, dan begin je met dat stuk wat je hebt, waar ik me voor ingewerkt. Je ziet dat de mouw iets ruimer is. Begin je met het midden op te zoeken, zodat je aan beide kanten evenveel ruimte hebt. Daar zet je een speld. Dan vervolgens pak je van de ontstane ruimte weer het midden. En dat doe je totdat je de boel hebt ingewerkt, tot alle ruimte verdwenen is. Nou, bij deze al heel snel. Dan heb ik hier nog een klein stukje. Ja, dat had wel glad mogen zijn, maar dat is het niet. Zo, dat gaat wel lukken. Oké, nu ga ik stikken. Van hier, helemaal rond, tot ik hier weer terug ben. Je ziet nu dat de mouw erin zit en ik heb ook meteen de naad afgewerkt. Dubbel gelokt, samen dus. Dus dat is anders dan de zijnaad. Die moet open liggen, omdat je die ook open wil strijken. Maar zo'n mouwnaad hoeft niet open te liggen. Dan ga je nooit open strijken. Dus die kan je net zo goed samen afwerken. Nou, even omdraaien. Zo, nou, dan zit je mouw er ook in.